Goedendag, welkom terug bij een gloednieuwe droogtrain video. Vandaag zijn we alweer bij week 9 aangekomen en ik ben vandaag met de enige echte golden back, Raymond Gene, de hybride atleet tegenwoordig. We gaan een lekkere leg day doen, maar dan mijn leg day, want ja. Ik heb hier ook oprecht geen zin in. Leg day en buik dan. Normaal ook altijd benen en schouders. Het is niet leuk om leg day. Oké, nou snap ik. Maar ja, weet je, we gaan het merken. Mijn hamstrings zijn nog een beetje naar de kloot van afgelopen maandag. Het is nu donderdag. Dus we gaan wel iets meer quad focus doen. Dus daarmee dan slaan we gewoon even één hamstring oefening over. We gaan natuurlijk wel even lekker scheppen. Oh, kijk eens wat ik daar tevoorschijn haal. Oh ja, niet vergeten jongens. Het is mei cafeïne maand. Extra veel korting op de scoops. Kan je een scoopje geven? Ja, is goed. Een scoop kakkie. Een praatje erbij, jongen, komt weer. Zo, wat een tong, joh. Echt een kloot dan. Want deze man is namelijk al jarenlang een goede vriend van mij. En ik ben al in 3 video's verschenen. En ik heb nog nooit zo'n shirtje van. Ja, maar jij loopt altijd met dit soort shirtjes. Dus dat, nee, we gaan maar regelen. Komt goed. Dat zeg je ook op 3 jaar lang. Een beetje soldaat van Oranje praktijken. Wegen succes verlengd. Voordat we beginnen met deze aflevering wil ik eventjes mijn dank uitspreken naar de community voor het supporten van Sportpoeder. Want doordat jullie met onze kortscodes en met onze links bestellen, kunnen wij doen wat wij het leukste vinden. En dat is informatieve en vermakelijke content maken voor jullie. Zo heb ik bijvoorbeeld afgelopen jaar mijn baan bij de bank op kunnen zeggen. En ja, kan ik nu fulltime bezig zijn met hetgene wat ik het leukste vind. En dat is voor jullie content maken, zoals ik de afgelopen 2,5 jaar al doe. Dus vind je het nou tof en hou je van onze content, kan je ons eventueel supporten door de app te downloaden, via onze kortscodes of onze links te bestellen en lekker te besparen, want wij zorgen dat er altijd lekker hoge korting voor jullie klaarstaan. Dus ik zou zeggen, bespaar lekker en bedankt voor jullie support. Oké, nou jongens, we gaan even, aangezien ik lekker de leg day mag leiden, we gaan twee werksets doen. Dus doen we even twee opwarmsetjes en dan, daarna gaan we 2 keer werken tot de dood. En dan staan ze goed je kwats in de fik. Shout-out naar Stoker Fitness trouwens, dat we hier weer welkom zijn. Vorige keer waren we ook al heel hartelijk verwelkomd voor de podcast van Raymond. Dus thanks. Hey, wat zijn jouw top 3 tips voor het droogtrainen? Als je kijkt naar jezelf, en jouw afvalroutines in de afgelopen jaren. Want bij jou is het ook best wel, ik zou zeggen, een yo-yo effect gegaan, maar jij komt gewoon weer heel snel aan. Nou, weet je wat bij mij het probleem is? Dat ik zeg maar best wel heel zwart-wit ben. Dus ik kan best wel een periode goed focussen. Zoals nu zal je zien, over 8 weken ben ik echt wel goed droog. Alleen ik zit dan ook gewoon mezelf, ik heb soms gewoon letterlijk een lijstje met alles wat ik weer wil gaan eten als ik klaar ben met droogtrainen. Oh ja, dus vaak zit het gewoon binnen een week er weer aan. Bijvoorbeeld vorig jaar voor december was ik fucking droog. Maar in december had ik 5 raves of zo en kerst en een week op vakantie. Dus dan in januari zit er gelijk weer 6 kilo aan. Dus dan moet je eigenlijk weer opnieuw beginnen met of op onderhoud of droogtrainen. Dus ik heb nooit een goede lean bulk. Daarom kom ik ook niet zo, heb ik niet zoveel spiermassa. Omdat ik het eigenlijk altijd snel weer verneuk. Dus sowieso mijn beste tip zou gewoon zijn dat je echt niet moet denken dat het tijdelijk is, zeg maar. Maar dat je echt je levensstijl langzaam aanpast. Goed slapen. Dat is sowieso echt de beste tip. En sinds ik, dat is heel raar, maar sinds ik een slaaproutine heb, dat ik zeg maar echt 10 uur naar bed ga of 11 uur en dan zelf de tijdstip opsta, is mijn slaapkwaliteit is gewoon heel erg verbeterd, man. En ook als je heel onregelmatig slaapt, zie je ook vaak, of in ieder geval een onregelmatig schema qua slapen, ja. Dat je dan ook vaak sneller cravings krijgt, omdat dat heeft ook weer invloed op je leptine en ghreline. Ik weet dus niet wat officieel het hormoonverhaal is van goed of slecht slapen. Het heeft met leptine en ghreline te maken. Leptine is natuurlijk je honghormoon. Ja. En dat wordt. Kijk, voor mij is het zo dat als je, als ik het even goed kan herinneren hoe Diederik en Jay dat hebben uitgelegd, is in ieder geval als je onregelmatig slaapt, is dat vak voor je insuline. En dat mondt zich uiteindelijk weer uit in het verhaal met leptine en ghreline. Dat uiteindelijk dat daar iets niet helemaal goed gaat, waardoor je er sneller cravings kan krijgen als je er slecht slaapt. Mijn derde tip zou zijn dat je echt een manier moet vinden die voor jezelf werkt, man. Want bijvoorbeeld tegenwoordig is de hele hype dat iedereen intermittent fasting wil doen. Want dat zou het best werken. Ja, voor mij werkt dat bijvoorbeeld helemaal niet. Ik heb zo'n trigger warning. Ik heb zo'n binge eating disorder gewoon. Dat is gewoon zo. Dat wanneer ik de hele dag niet eet en ik begin dan met eten om 4 uur, dan eet ik gewoon 3000 calorieën in een uur. Dan stop ik niet meer. Dus heel veel mensen zeggen, ja, als je dan intermittent fasting doet, dan kan je in dat gebied, dan heb je niet zoveel honger. Nou, echt wel.
als ik intermittent fasting doe en ik begin dan met een kopje yoghurt, dan een uur later heb ik ineens ook 4 tossies op en nog kwark bij weet ik wat. Ik heb daar ook wel last van na het intermittent fasten, maar het is ook wel welke stop je er voor jezelf op zet. Het is inderdaad als je je volledig toegeeft aan die honger. Ja, maar ik heb dat niet onder controle. Ja, tuurlijk zou ik wel dat onder controle kunnen krijgen, maar het is dus voor mij niet prettig. Nee, het ook al lukt het me wel. Het is niet de benefit die je normaal hebt, dat nee, je inderdaad... Nee, dus ook al lukt het me dan wel, dan voelt het niet fijn. Dus voor mij werkt het veel beter om gewoon de hele dag door af en toe te eten. En dat is ook prima. Dus ik zou vooral zeggen, laat je niet door alle hypes leiden en weet ik veel wat, maar eet gewoon een manier die voor jou prettig is. Hoe belangrijk denk jij dat stappen zetten is voor... Fucking belangrijk, bedoel ik. Tijdens in überhaupt... de sportschool verbrand je niet zoveel, hè. Mensen nee, onderschatten echt dat echt. Ik denk dat ik in een zware workout verbrand je misschien 200-300 calorieën. Klopt. En dan denken mensen, oh, ik heb vandaag gegymd. En dan zetten ze 14 stappen. Ja, dat schiet helemaal niet op. Je kan letterlijk, ik denk letterlijk dat door, laten we zeggen, 5 tot 10.000 stappen per dag toe te voegen, maak je jezelf zoveel makkelijker. Zou je elke avond een Snicker extra kunnen eten? Rustig terug. Laatste, kom op. Push, 6 seconden terug. Extra extensie. Of extra excentrische spanning. Dan ben je een echte groeimaat. Als zeg maar iemand terug aan het gaan is, dat je dan nog extra duwt. Hey, wat is jouw, denk jij dat de grootst gemaakte fout is met droog trainen? Even kalmen. Oh. Nee, Sorry. Nou, wat ik net al zei. Sowieso dat mensen dat als een dieet zien. Dus dat ze denken... Even 8 weken droog trainen en daarna ben ik klaar. Want je bent nooit klaar, laten we wel wezen. Je moet het echt meer als een levensstijl gaan zien. Ja. Eens. Kijk, wij doen ook wel in periodes, hè. Dus je hebt natuurlijk wel gewoon een periode dat je aan het kutten bent. Dat je het net anders aanpakt. Zo. Maar het ideale scenario is eigenlijk... Als je in je kut en je bulk in principe hetzelfde doet. Behalve dat het net een beetje verschilt in calorieën, in portiegrootte, zeg maar. Je wil niet in je kut ineens heel excessief cardio gaan doen, veel te weinig eten. Het slaat nergens op. Er blijft te weinig over. Onder de ja, het is ook niet goed voor je lichaam. Kijk, kutten wil je wel spieren behouden, snap je? Dus je wil nog steeds zo zwaar mogelijk trainen. Je wil nog steeds je eiwitten binnenkrijgen. Je wil niet ineens dagen niks gaan eten. Heeft geen zin. Wat is bijvoorbeeld jouw favoriete ontbijt tijdens het droogtrainen? Weet je, net zoals intermittent fast, dat is hem niet voor jou? Nee, ik doe dat meestal niet. Meestal ontbijt ik eigenlijk magere yoghurt, man. Met? Met granola en dan eiwitshake erdoorheen. En meestal een beetje hagelslag, om het lekker te maken. Ja. Ja. Dit was een ontbijt wat zeg maar mijn allereerste voedingsschema wat ik ooit kreeg van Clean Nutrition. Van Zanna? Ja, had je... Die is weg, zag ik. Ja hoor, sorry. Sad. End of an era. Ja, ja, ja nee, omdat jij altijd maar... zo lovend over er was, omdat ze jou toen... Ja, ik vond haar echt fantastisch, man. Shout-out naar Zanna Hofstede. Echt goed geholpen. Maar toen had je zeg maar gewoon 7 verschillende dagen in het voedingsschema staan. Uh-huh. En één dag stond er yoghurt met granola en dan stond er eiwitshake los. Dus toen heb ik die er keer doorheen gegooid. Toen dacht ik zo, dit is echt lekker ontbijt, man. En sindsdien ben ik dat altijd blijven eten. Uh-huh. Zelfs als ik gewoon helemaal niet oplet of op vakantie ben of zo, dat is altijd gewoon mijn go-to ontbijt. Ja. Ja, plus wat ik vaak heb van, ook al heb ik een periode dat ik helemaal niet oplet, op vakantie of weet ik veel wat. Dan alsnog denk ik, ja, waarom zou ik in vredesnaam niet mijn normale ontbijt eten? Vaak op vakantie zit je gaat lekker uit eten of je wil een drankje doen 's avonds. Maar dan slaat het natuurlijk nergens op om te zeggen, oh, ik ben nou toch op vakantie, laat me dan ook maar 7 American pancakes eten als ontbijt. Ja, dan zit je helemaal niet per se op te wachten na een avondje zuipen. Dus je kan net zo goed gewoon je normale ontbijt nemen. Ik deel mijn dagen zeg maar op in momenten. En dat is, in mijn geval zijn dat 4 momenten. Ontbijt, lunch, avondeten en dan snack voor het slapen gaan. Die 4 momenten, daar mag ik er eentje afwijken. Ja. Dus ik heb in principe standaarden. Dus dat is mijn yoghurt en dan smiddags crackers met kipfilet of smeerkaas. Mijn avondeten meestal wraps met kip of rijst met kip. Mm-hmm. En dan kwark voor het slapen gaan. Van die 4 momenten mag ik er eentje veranderen. En dan maakt het dus niet zo heel veel uit, want met de rest kom ik wel aan mijn eiwitten. Ja, precies. In principe zijn 3 van die 4 genoeg voor mijn eiwitten. Dus ik kan of zeggen, ik hou ze alle 4 aan, dan heb ik meer tussendoortjes vandaag. Of ik kan zeggen, fuck it, vanavond eet ik pizza. Dan kan ik voor de rest niks de hele dag. Dus als 3 van de 4 gelijk blijven, dan zit je meestal wel goed. Ja. Dan hoef ik ook niet over die balie te kijken van hoeveel boter smeert ze precies, want dat maakt niet zo heel veel uit.
doe dit dus echt licht. Want ten eerste wil ik mijn kuiten niet verneuken. En ten tweede wil ik mijn kuiten niet verneuken. Heb jij misschien schoenen die je aan zou raden voor deze keer? Nou, toevallig staat er een kortscode in de app. Martin Athletics. Nee, maar zeg maar, even zonder de promotie of wat dan ook. Zeg maar, goede leg day schoenen zijn echt belangrijk. Ik train nu weer de afgelopen 3 jaar wel weer echt goed benen. Waaronder dus kuiten. En die doe ik dan als derde of vierde oefening in mijn workout. Gewoon teringzwaar beladen. Gewoon echt, gewoon met 150 kilo bij wijze van spreken. En gewoon excentrisch heel langzaam zakken. Daar groeit je spier gewoon enorm van. En het probleem met kuiten is, het is meer bindweefsel dan een normale spier. Dus dat moet je juist heel zwaar beladen. Train kuiten zoals dat je chest traint. Zonder opgeven. Hey, wat is jouw favoriete avondeten voor het kutten? Pizza. Was dat? Nee, tegenwoordig eet ik vaak wraps, man. Ik heb echt periodes. Dus ik heb een periode gehad daarvoor dat ik de hele tijd gewoon echt simpel rijst met kip at. En nu ben ik even een hele periode overgeschakeld op wraps. Van die tortillas, weet je wel. Corn en wheat. Ik ben afgelopen zondag ben ik verliefd geworden op de wraps die ik heb gegeten. Het is vrij simplistisch. Je pakt gewoon een wrap, ijsbergsla, een halve rode ui erop. En de kip, die bak je dan, dus je pakt gewoon kipfilet, snij in kleine stukjes, bak je met shawarma kruiden. Maar de saus. Je koopt zero ketchup en je flikkert daar een lepel sambal doorheen. Dan heb je in principe gewoon de pittige saus. En je kan eventueel ook, als je wil, nog een saus op kwarkbasis maken, een soort knoflooksaus. Weet je welke ik altijd maak? Nou? Ik doe altijd crème fraîche light. Kan je ook met kwark doen. Nee, en dan heb je die, dat heet American Ranch. Het is zo'n poedertje, dat is van hetzelfde merk als waar die wraps volgens mij ook van zijn. Van dat Santa Maria of zo. Dat is fucking lekker, jongen. Je doet gewoon letterlijk een klein beetje crème fraîche of kwark. Dat doe je doorheen en dan heb je gewoon fris sausje. En dan doe ik vaak sriracha. Gekruide kip inderdaad. Tip. Ja, ik had zelf dat ik gewoon die saus, dus die hele bak was voor mij nog minder dan 100 calorieën. Ik pakte 250 gram kwark, zoiets. Daar doe je dus 2 of 3 teentjes knoflook gewoon gesneden doorheen of geplakt, wat je zelf wil. En dan met oregano en wat is nou het derde ingrediënt? Ook zo'n plantsoort. Oregano en, bieslook, dat was hem. En ik zweer het je, je gaat er wel echt heel erg vanuit je mond stinken. Maar het smaakt wel enigszins hetzelfde als knoflook, maar het is wel echt, echt lekker. Niemand en, komt dicht bij mijn mond, joh. Oh. Jongens, willen jullie Reno zien op First Weights? We gaan nu dus de hack squat variant, maar dan in de swimmachine doen. Deze staat ook in onze trainingsschema's, dat er, zeg maar, dan zeg ik van hack squat of swimmachine mits niet lukt. Dus. Kijk en leer, of in ieder geval kijk en leer. Ja. Doe maar kijk en leer bij Redse set en bij mij gewoon kijk en vermaak. Je hielen mogen iets naar achter, een beetje. En als je zit te zeiken dat het niet goed is, dan moet je betere schoenen aan doen tijdens het trainen. Nee, ga je. Zak maar. Kijk, het gaat onder zijn knieën voorbij zijn tenen gaan. Iets meer knieën naar voren, iets meer recht naar voren proberen te krijgen. Ja, dus echt, nu gaat zijn quadricep op verlengde positie. En dit is in principe een beetje hetzelfde effect als een hack squat. Alleen nadeel van dit ten opzichte van een hack squat is dat je toch je onderrug belast. En bij een hack squat heb je natuurlijk gewoon een plateau wat achter je rug zit. Dus dit is sowieso zwaarder dan een hack squat. Probeer je knieën parallel te houden naar voren. En mocht je nou zo'n dingetje dus niet hebben, kan je even ook gewoon schijfjes pakken. Zorg alleen wel dat de schijven echt goed plat zijn, dat die niet gaat wiebelen tijdens je set, want anders weten we allemaal wat er gebeurt. Ongeveer, denk, zo dik, dit is best wel veel. Hoeveel? Dit, ja. Kijk, het gaat er dus niet per se om met dit dat je echt fucking zwaar belast. Het is uiteindelijk wel handig, omdat je hoe zwaarder je laat, hoe meer weerstand op de spier komt, maar het gaat erom dat je quadricep goed verlengd wordt in deze positie. Ja, het is voor iedereen een beetje verschillend. Maar dit is mijn manier van werken, omdat ik geen hack squat heb in mijn gym. En dan moet ik het in een smitmachine doen. Want voor quads, naar mijn mening, en dat zeggen Frank en Jay trouwens ook altijd, je moet en verlengde en verkorte positie pakken. En ik begin met verkorte positie, omdat ik dan daarna, mijn spier is dan volledig uitgeput. Zelfs mijn bicep is makkelijker om iets tegen te houden dan naar je toe te trekken. Dus dan wil je eigenlijk eerst de verkorte positie uitputten en daarna de verlengde positie. En dat is mijn tip tijdens leg day.
Nou guys, zoals de meeste van jullie weten... Hey, waar ga je nou heen? Nou guys, zoals de meeste van jullie weten doe ik altijd benen met schouders. Slaan vandaag even schouders over, maar we hebben afgesproken om buik te gaan trainen. En wat is er kutter met buik dan dit ding? Dus we gaan even een wedstrijdje abrollen doen, kijken wie de meeste kan. Doe jij dit wel eens? Nee. Hey, 8 oprecht, dat valt me echt nog mee, man. Ik had het slechter verwacht. Jullie hebben allemaal gehoord dat Red een wedstrijdje wilde doen, hè? Maar kijk, weet je wat dat ding is? Iedereen gaat pas zijn buik trainen wanneer ze gaan droog trainen. Niemand traint zijn buik in de bulk. Kan je even weggaan voordat ik bij 8 ben en jij weer iets raars doet? Nee, bro, ik zo op hoog uit mijn vinger heen. Years later. Nou guys, dit was weer de droogtrainvideo voor mij van week 9. Ray, thanks voor jouw kennis en expertise. We hebben het al vaak in de podcast besproken, maar ja, jij bent een levend voorbeeld hoe het op de juiste manier kan en hoe je een levensstijl kan omslaan. Dus ja, als vriend zeg ik dat, maar ook gewoon als iemand die vroeger ook al naar je opkeek, respect daarvoor. Thanks voor je tips. Geef hem even een follow op de socials. Thanks voor het kijken. Als je geïnteresseerd bent in hybride training, kan je ook altijd bij hem terecht. Nou ja, laat even een like achter, klik op de abonneerknop. En ja, als je nog vragen hebt, ik zou zeggen, stuur even een DM'tje op Insta. Wat betreft hardlopen en hybride, want dat heb je denk ik zelf een beetje ondervonden en uitgevonden hoe dat voor jou werkt. Ja man, jullie mogen alles vragen. Advies is altijd gratis. We zien jullie met de Beukbrigade, Fear Mind. Nog een keer Fear Mind. Festival. Dan nog een keer Fear Mind. Dan verknipt Kroatië. Ja, het wordt één groot stout feestje. En wij staan daar stout droog. Dat zou zijn. Hey, thanks. En een goede dag verder. Groei lekker. Ciao. Hey yo, die korting is lit. Alle mensen worden fit. Full body workouts of gesplit. Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want die korting is lit. Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.